Bewustzijn, wat is dat nu precies? Waar hebben we het precies over als we het over bewustzijn hebben? Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat bewustzijn iets is wat wij allemaal als mens gemeen hebben. Iets wat we met elkaar delen. Of tenminste, dat neem ik dan aan. Ik neem aan dat ik hier in de zaal niet de enige ben met een bewustzijn. En dat ik hier naar een groep mensen aan het kijken ben zonder enige vorm van bewustzijn. Dit is natuurlijk een beetje een flauwe opmerking vanuit mijn kant. Maar eigenlijk raakt die opmerking direct aan een van de aspecten wat het bewustzijn zo mysterieus maakt. Of wat in het filosofische jargon het harde probleem van bewustzijn wordt genoemd. Namelijk, ik kan niet bij u in de hersenpan meekijken om te zien hoe uw levenswereld, hoe uw subjectieve levenswereld eruit ziet. Hoe uw binnenwereld eruit ziet. En dat roept gelijk een aantal vragen op natuurlijk ten aanzien van bijvoorbeeld de wetenschap. De wetenschap die vanuit een buitenperspectief, vanuit een derde persoonsperspectief probeert te verklaren wat bewustzijn is, kan de wetenschap dan eigenlijk nog wel iets nuttigs zeggen over dat bewustzijn wat zo subjectief van aard is? Dit is een van de vele vragen die het complexe probleem van het bewustzijn oproept. En vanavond gaan we het daar verder over hebben met de twee sprekers die wij daarvoor hebben uitgenodigd. Allereerst Mark Slors. Mark Slors is cognitiefilosoof en met Jolien Franke, cognitiewetenschapper. En zijn allebei verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij schreven overigens samen het boek Bewustzijn, verrassende naam. Onderdeel van de boekenserie Elementaire Deeltjes. Die u na de rand ook kunt aanschaffen overigens, als u dat nog niet gedaan hebt. Mijn naam is Nort Flemmix. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En ik heet u namens Radboud Reflex en de faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen welkom deze avond. We gaan zo luisteren naar twee lezingen, dus van Mark en van Jolien. Daarna zult u mij weer op het podium zien verschijnen, dan ga ik met hen in gesprek. En nadien heeft u de ruimte om vragen te stellen. Maar voordat we zover zijn, geef ik eerst het woord graag aan Mark Slors. Dank u wel. We hebben allebei een kort lezingetje van een minuut of 20. Waarin ik iets probeer te zeggen over hoe filosofen denken over bewustzijn. In 20 minuten. Dus dat is. Ik ga niet het hele verhaal vertellen. Jolien gaat iets vertellen over hoe wetenschappers aankijken tegen bewustzijn. Het programma heet De Kennis van Bewustzijn, de Kennis van Nu. Zou misschien iets beter zijn om het te hebben over de overwegingen van nu of de experimenten van nu of waar staan we nu zo ongeveer. Want het mogen duidelijk zijn, bewustzijn is echt het probleem van bewustzijn is diep en groot. We gaan nu vanavond geen kant-en-klare theorie van bewustzijn voorschotelen die voor eens en voor altijd uitlegt hoe het zit. Maar wat we wel proberen duidelijk te maken, ga ik alvast even van tevoren zeggen, is dat wij in ieder geval van mening zijn dat we denken dat filosofen wetenschappers nodig hebben en dat wetenschappers filosofen nodig hebben om nog meer vooruitgang te boeken dan er al is geboekt. Ik ga kort drie dingen bespreken voor wat betreft de filosofische overwegingen over bewustzijn. Ik ga een soort van heel belangrijke begripsafbakening bespreken. Die is door filosofen bedacht. En die wordt nog steeds door filosofen gepropageerd. En die is nog steeds heel erg invloedrijk in zowel het filosofische als het wetenschappelijke onderzoek naar bewustzijn. En misschien komen we in de discussie nog over te spreken dat wij er zo langzamerhand van overtuigd aan het raken zijn dat het onderscheid wat minder hard is dan we het zouden willen zien. Daarna ga ik een gedachte-experiment bespreken dat ontzettend invloedrijk is en een werkelijk experiment. Eerst de begripsafbakening. Als filosofen dingen doen, dan hebben ze het over het algemeen over begripsafbakeningen. Wat bedoelen we nou precies hiermee? Wat bedoelen we daarmee? Kunnen we een onderscheid maken? En een van de belangrijkste onderscheiden is, is een onderscheid tussen verschillende soorten van bewustzijn. Maar misschien is het beter om te spreken over verschillende aspecten van bewustzijn. Het eerste aspect, dat wordt toegangsbewustzijn genoemd. En toegangsbewustzijn, dat is zoiets als informatie die wij binnenkrijgen en waar we als het ware verslag van kunnen uitbrengen. Waar we iets over kunnen vertellen of op basis waarvan we kunnen reageren. Dus stel ik loop over straat en er staat een paaltje
daar. En dat paaltje staat in mijn pad en ik loop recht op dat paaltje af. Maar op het moment dat ik bij het paaltje ben, dan loop ik er even omheen. En dan vraagt iemand, waarom maak je zo'n rare bocht? En zegt, ja, dat komt omdat ik niet tegen dat paaltje aan wil botsen. En dan denkt iemand, oh, maar die was zich dus bewust van dat paaltje. Het paaltje is informatie. Die informatie komt bij mij binnen. Die informatie die bepaalt mijn gedrag. Op een manier die als het ware zin geeft aan dat gedrag. Hè. Dus ik wil er niet tegenaan botsen, doe ik ook niet. Want ik weet dat dat paaltje daar staat. En vervolgens kan ik erover praten. Dus het is een soort van informatienotie van bewustzijn. Dat wordt toegangsbewustzijn genoemd. Het wordt toegangsbewustzijn genoemd omdat, zoals het gezegd wordt, informatie is beschikbaar, is toegankelijk voor die systemen in ons brein die ons spreken aansturen, ons handelen aansturen en misschien ook ons denken. Dat is één vorm van bewustzijn. Daar gaat het echt speciaal om informatie. Wat kunnen we met die informatie doen? Informatie van de buitenwereld. De tweede soort van bewustzijn, dat heet fenomenaal bewustzijn. Ik merk dat ik zelf nu al over soorten spreek in plaats van over aspecten. Ik moet zeggen, het tweede aspect van bewustzijn, dat heet fenomenaal bewustzijn. En daarbij gaat het niet zozeer om informatie. En het gaat ook niet zozeer om hoe wij reageren op informatie of hoe we ermee omgaan. Maar het gaat om hoe we het beleven. Subjectiviteit. Dus het gaat... Elk aspect van bewustzijn waar een subjectieve belevingscomponent aan zit, hoe dat van binnenuit voelt om je ergens van bewust te zijn, dat wordt fenomenaal bewustzijn genoemd. Hè, en dat, mijn bewustzijn van dat paaltje, dat kan ook fenomenaal bewustzijn zijn. Dus ik ervaar ook vast, ik denk er waarschijnlijk geen hele diepe gevoelens over, maar dat ding heeft een kleur en een vorm en die kleur die ziet er voor mij op een bepaalde manier uit. Daar heb ik een subjectieve ervaring bij. Dat heet fenomenaal bewustzijn. Dus bij fenomenaal bewustzijn moet u denken aan het ervaren van geuren en kleuren en gevoelens en jeuk en pijn en een heleboel andere aspecten waar een subjectieve belevingscomponent aan zit. Gedachten ook, intenties ook, als je ergens bang voor bent. Dus er zit allemaal een subjectieve belevingscomponent aan. Dat wordt fenomenaal bewustzijn genoemd. En fenomenaal bewustzijn, dus nogmaals, gaat niet om hoe reageer je op iets, maar hoe ervaar je het. En bij toegangsbewustzijn gaat het precies om het omgekeerde. Hoe reageer je op iets? Dit onderscheid is ontzettend... Het is intuïtief, ik kan het vrij snel uitleggen. Ik denk dat u het allemaal snapt, hoop ik. Maar het is een heel erg belangrijk onderscheid. En dat heeft er vooral mee te maken met het feit dat toegangsbewustzijn... Daarvan kun je je nog wel enigszins voorstellen dat een wetenschapper daar wel wat mee kan. He, dus als het gaat om dat paaltje waar ik wel of niet omheen moet gaan lopen, een wetenschapper die kan uitleggen, ja, er komen lichtstralen van dat paaltje af en die worden door mijn ogen opgevangen en die worden geprocessed door mijn brein. En ergens wordt die informatie dan weer gestuurd naar die gedeeltes van het brein die gaan over hoe ik mij beweeg. Nou, dan heb je een leuk informatieverhaal of een soort informatieverwerkingsverhaal verteld, waarvan je zou kunnen denken, nou, dan kom je in de buurt van dat toegangsbewustzijn. En dat is ook ongeveer wat filosofen wel in grote lijnen denken en wetenschappers ook. Maar bij fenomenaal bewustzijn wordt het heel anders. He, dat hele verhaal over informatieverwerking, dat kun je niet afsteken over subjectieve beleving. Dus fenomenaal bewustzijn, daar gaan de meeste filosofen, die gaan daarop aan, om het maar zo te zeggen. Noord had het al over het harde, of het moeilijke probleem van bewustzijn. Het moeilijke probleem van bewustzijn gaat over fenomenaal bewustzijn. Hoe kan fenomenaal bewustzijn überhaupt bestaan in een wereld zoals de wetenschap die beschrijft? Dus dit is het eerste punt, een begripsafbaking. Het tweede wat ik u wil laten zien in de korte 20 minuten die mij zijn gegund. Maar ik mag er 5 minuten overheen gaan van Noord. ga ik proberen niet te doen, maar het gaat misschien wel gebeuren. Dat is een gedachte-experiment. En dat gedachte-experiment is heel beroemd. En laat heel goed zien wat nou zo moeilijk is aan dat moeilijke probleem van bewustzijn. Dat probleem van hoe kan fenomenaal bewustzijn nou bestaan in een wereld zoals de wetenschap die beschrijft. Het gedachte-experiment is uit 1982 al, is echt oud. In een oorspronkelijk artikel van een Australische filosoof, Frank Jackson. En die beschrijft het echt in dat artikel in, ik denk, 4, 5 zinnen. Dus het feit dat ik hier al langer over ga doen. ik wil het toch zo precies mogelijk uitleggen om het idee over te brengen. En daarna wil ik iets zeggen over wat er misschien mis is met dit argument. Ik ga het proberen zo over te brengen dat het heel overtuigend is.
Het heet het kennisargument, maar het staat ook bekend als what Mary didn't know. Mary, u ziet Mary daar, is een wetenschapper in de toekomst die alles weet over kleurwaarneming. Alles wat er wetenschappelijk gezien, of je zou kunnen zeggen fysiek gezien, biologisch, chemisch en fysiek gezien te vertellen valt over kleurwaarneming. Dus wat weet ze? Ze weet alles over welke lichtfrequenties precies staan voor welke kleuren. Ze weet alles over hoe het oog werkt en hoe die lichtfrequenties door het oog verwerkt worden door onze kegeltjes en staafjes. En hoe die informatie in de optische zenuw door wordt gestuurd naar de visuele cortex. En ze weet uiteraard ook alles over de visuele cortex en hoe dat allemaal in het brein werkt. Alle fysieke, chemische, biologische informatie die er te weten valt over kleurwaarneming, die weet ze. En er is alleen één maar. En de maar is dat Mary is opgegroeid in een zwart-wit wereld. Vandaar dat plaatje. Je kunt de draai eraan geven zoals je wil. Je kunt ook zeggen dat iemand, Mary heeft altijd een bril op gehad die alle kleur wegfiltert. Maar in ieder geval, deze kennis heeft ze opgedaan uit boeken. Witte bladzijden met zwarte letters erop. Dus dit is de kennis die ze heeft, om het maar zo te zeggen. So far, so good. Niks aan de hand. Zij heeft alle fysieke kennis, ik vat het even samen als fysieke kennis, over kleurwaarneming. En dan komt er een mooie dag en dat is de dag dat Mary haar zwart-witkamer mag verlaten. En het eerste wat ze ziet, op de een of andere manier heeft iedereen, het is heel interessant hoe memen bestaan, maar het is altijd een tomaat. Bij ieder voorbeeld is het een tomaat. Dus Mary ziet een rijpe tomaat. Ze ziet een vrucht die ze aan de geur wel herkent, want waarschijnlijk heeft ze een of andere manier eten gehad. Ze ruikt dat dat een tomaat is. En ze weet dat mensen, en dat weet ze uit haar boeken, dat mensen rijpe tomaten rood noemen. Ze ziet die kleur voor het eerst en ze roept in opperste verbazing: oh, dus zo ziet rood eruit. Punt van het argument hier is: ze heeft iets bijgeleerd. Ze heeft iets geleerd wat ze niet wist. Namelijk hoe rood eruit ziet. Maar wat ze al wist, is alle fysieke kennis over kleurwaarneming. Conclusie, wat ze bijgeleerd heeft, kun je niet vatten in fysieke termen. Wat ze bijgeleerd heeft, gaat over fenomenaal bewustzijn. En de conclusie is dus, fenomenaal bewustzijn kan niet fysiek zijn. Moet iets niet fysiek zijn, moet op de een of andere manier vallen buiten ons wetenschappelijk wereldbeeld. Dit is het argument. Het kennisargument. Het heet kennisargument omdat ze nieuwe kennis krijgt. En het is heel invloedrijk, omdat ik denk dat voor de meeste mensen, als je dit voor het eerst hoort, dan denk je, ja, dat kan niet anders. Dit is gewoon, hier is geen spel tussen te krijgen. Zo zit het. En de conclusie moet dus zijn, fenomenaal bewustzijn kunnen wij niet wetenschappelijk verklaren of begrijpen. En misschien is dat zo, maar misschien ook niet. Dus ik ga geen sluitend antwoord op geven. Er zijn een aantal argumenten die vrijwel direct laten zien dat er iets mis moet zijn met dit argument. Eén daarvan, als ik dat nog... Ja, die heb ik nog wel even tijd voor. Eén argument wat ik niet op mijn slide heb, maar ik ga het toch even noemen. Dat is, kijk, Mary zegt iets. Mary roept uit, oh, dus zo ziet het rood eruit. Dat betekent dat er een einde van de hersenproces in haar spraakgedeelte van haar brein gaande is. Dat haar spieren worden aangestuurd, dat er stembanden worden aangestuurd. Met andere woorden, allerlei fysieke gebeurtenissen vinden in haar plaats op basis van het zien van die rijpe tomaat. Maar als dat fenomenaal bewustzijn nou niet hoort tot de orde die wij beschrijven, tot de fysieke, biologische en chemische orde waar ze alles over weet, hoe kan die daar dan invloed op hebben? De meeste wetenschappers denken dat de fysieke wereld, zoals dat heet, kausaal gesloten is. Dat wil zeggen dat voor elke fysieke gebeurtenis, dus ook haar uitspraak, oh, dus zo ziet rood eruit, er is een fysieke verklaring voor. Maar dat fenomenaal bewustzijn is niet fysiek. Dus dan zou je moeten gaan denken, hé, maar dat is raar, want dan zegt Mary, oh, dus zo ziet rood eruit, maar dat zegt ze niet omdat ze rood gezien heeft. Dit is om aan te geven, hier gaan filosofen dan op af, vervolgens worden hier boekenkasten over voorgeschreven, letterlijk. Letterlijk. Dit is echt heel erg moeilijk. Want dit is de reden waarom Frank Jackson zelf dacht van, oké, er moet iets mis zijn met dit argument. Het kan niet anders dat er iets mis is. Want anders moet ik iets opgeven wat ik niet op wil geven. Namelijk het idee dat de fysieke wereld kausaal gesloten is. Dat alles een oorzaak heeft.
Maar tegelijkertijd zegt hij van, ja, maar ik weet niet wat er mis is met het argument. Dus hij hangt in een soort limbo. En nou goed, filosofen die gaan er dus eindeloos over los. Maar er is één argument wat ik even uit wil lichten, omdat ik denk dat het het meest interessante is. En omdat het ook misschien wel een beetje gaat in de richting van, hoe kijken wetenschappers nou tegen bewustzijn aan? En het argument is het volgende. Dit argument zegt, oké, stel, we geven Frank Jackson alles wat hij wil hebben met dit argument. Dus we erkennen, oké, fenomenaal bewustzijn is niet fysiek. Fenomenaal bewustzijn past niet in het fysieke wereldbeeld van de wetenschap. En nu zijn we een aantal jaren verder. En nu komt er een nieuwe Mary. Je kunt er Mary 2 noemen of Myra of wat dan ook. Er zijn verschillende namen voor, maar er komt een nieuwe Mary. En dat is een nieuwe superwetenschapper die alles weet over kleurwaarneming. Dus die weet iets over lichtstralen, die weet iets over hoe het oog werkt, optische zenuwen, door de hersens. Maar die heeft ook kennis over de niet-fysieke wereld erbij gekregen. Dus laten we het voor het gemak maar even hebben over, met dit symbool probeer ik ectoplasma aan te geven. Ectoplasma is een naam voor wat spiritisten gaven aan de niet-fysieke wereld ergens in het begin van de 20e eeuw, eind van de 19e eeuw. Stel dat Mary daar ook kennis van heeft. Dus ze weet niet alleen alles wat er fysiek te weten valt over kleurwaarneming, maar ze weet ook alles wat er over de niet-fysieke wereld te weten valt over kleurwaarneming. Het punt is, zolang zij in die zwart-witte kamer zit, weet ze nog steeds niet hoe een tomaat eruit, wat de kleur van een tomaat is. De clue van dit argument, en ik ben zelf altijd heel erg onder de indruk van hoe mensen dit kunnen verzinnen als argument. Je geeft iemand alles wat je wil hebben met het gedachte-experiment, en vervolgens zeg je, maar je krijgt nog steeds niet wat je wil hebben, namelijk de conclusie dat fenomenaal bewustzijn buiten de wetenschappelijke wereld valt. Buiten ons wetenschappelijk wereldbeeld valt. Want, wat laat dit argument nou zien als je het zo ziet? Stel dat Mary alle niet-fysieke kennis erbij heeft. Wat het laat zien is dat het belangrijkste contrast hier niet is het contrast tussen iets wat fysiek is en wat niet fysiek is. He, want zo is het hele argument geframed. Fenomenaal bewustzijn, is het nou fysiek of niet? Nou, ze heeft alle fysieke kennis, ze leert er iets bij, dus fenomenaal bewustzijn kan niet fysiek zijn. Dat is het argument. Maar wat dat tegenargument laat zien, is dat het helemaal niet gaat om de vraag fysiek of niet fysiek. Want in het tweede voorbeeld heeft Mary wel alle niet-fysieke kennis, maar ze weet nog steeds niet hoe rood eruit ziet. Dus wat dit argument laat zien, is dat het verschil, waar het er werkelijk om draait, het verschil is tussen theorie en werkelijke ervaring. Je kunt de subjectieve ervaring van een persoon, iemands eigen ervaring, nooit vangen in termen van een theorie. Dus het gaat niet om het contrast fysiek, mentaal of geestelijk of wat dan ook. Het gaat om het contrast ervaring, theorie. En wat dat tweede argument laat zien, is dat we gewoon niet kunnen hopen om ooit onze ervaring in een theorie te vangen. Nou, betekent dat nou dat we het soort van failliet hebben aangetoond van de wetenschap, of het failliet van de filosofie, of überhaupt het failliet van de mensheid om niet over bewustzijn te kunnen nadenken? Wij denken van niet. Wij denken dat dit laat zien dat er grenzen zijn aan wat een theorie kan. Maar dat betekent niet dat die theorieën niets kunnen. En dat betekent ook niet dat die theorieën niet belangrijk zijn, want, en ook, het betekent vooral ook niet dat het doen van onderzoek, en met name wetenschappelijk en experimenteel onderzoek, dat niet belangrijk is. Want je moet uitkijken, en dat is het derde punt waar ik op wil komen, je moet uitkijken met intuïties over hoe het bij jezelf van binnen zit. Wij denken over het algemeen, er is niemand die beter weet hoe ons bewustzijn in elkaar zit dan wij zelf. Want wij zijn de enigen die dat kunnen ervaren. En dat is ook zo. Maar wij zijn ook de enigen die onszelf voor de gek kunnen houden. En dat gebeurt ook. En dat wil ik laten zien in het laatste experiment. Dit is een experiment dat door een filosoof bedacht is. Maar dit is geen gedachte-experiment. Dit is een werkelijk bestaand experiment. En het punt van dit experiment is, wij hebben ideeën over ons bewustzijn, over hoe het bewustzijn bij ons van binnen werkt. En die ideeën die zouden wel eens niet helemaal kunnen kloppen.
Het is gebaseerd op het zogenaamde phi-fenomeen, heet dat, phi-phenomenon. En dat is een onwillekeurige illusie die we allemaal hebben. Die kennen we van een spoorwegovergang. Dan heb je in dit geval twee lampen die boven elkaar staan en die om en om aangaan. He, dus eerst rood hier, dan rood daar, dan rood daar. We weten allemaal, dat zijn twee lampen en dat is er niet één. Maar als we die spoorwegovergang in het donker zien, dan zien we één lamp die heen en weer gaat. We weten dat het niet waar is, maar we kunnen het niet helpen. Het is een onwillekeurige illusie. Dus zo werken wij nu eenmaal. Oké, nou, so far so good, niks aan de hand. Dan vraag je je af, oké, maar waar is dan die beweging? Is die beweging in de buitenwereld? Nee, die is niet in de buitenwereld, want we weten dat in de buitenwereld twee lampen zijn en niet één die heen en weer gaan. En die twee lampen die staan ook stil. Dus waar is die beweging dan? Ja, in ons bewustzijn natuurlijk. En dan krijg je een soort plaatje wat de meeste mensen hebben van bewustzijn. Dat bewustzijn een soort binnenwereld is waarin een deel van de buitenwereld wordt afgespiegeld. Min of meer in real time. Alsof onze ogen een soort camera's zijn. En alsof het bewustzijn een soort van een theatertje is in je hoofd. Waar dan dus die beweging zich afspeelt. Dus buiten ons weten we, dan gaat het knippert het. Maar binnen ons gaat er één balletje heen en weer. Dat is het idee. En de meeste van mensen van ons accepteren dat idee over bewustzijn. Totdat er op een gegeven moment een filosoof komt, Daniel Dennett, en die zegt, laten we het eens anders gaan doen en laten we dit aan mensen laten zien. Dus we hebben datzelfde phi-fenomeen, maar wat we nu gaan doen is heel eenvoudig. We gaan de kleuren veranderen. Dus bovenaan zie je eventjes een rood balletje, dit gaat op een computerscherm. Op een computerscherm verschijnen en benedenaan een blauw balletje. En daartussendoor zit even niks. Dat is ook belangrijk. Er gebeurt even niks. Dus dit is wat aan mensen getoond wordt. Je kunt het één keer tonen. Dus ik weet niet of je kunt zien. Ja, goed, beneden op die tijdspel gaat echt in milliseconden, hoor. Het gaat, of ja, ik denk een halve seconde of zoiets. Rond die. 1 en 2 zit knippering? Nee, er zit geen knippering. Nee. Dus 1 en 2 die zijn continu. En 5 en 6 zijn ook continu. Ja. Maar daartussen bij 2 en 3 gebeurt er dus even niks. Dus dit is wat je aan mensen toont. En wat mensen zien, is dit. Dit zeggen ze te zien. Nou, dat is eigenlijk wel wat je verwacht. Hè? Dus hetzelfde als met het phi-fenomeen. Alleen ja, halverwege verandert het balletje van kleur. Niks aan de hand, zou je zeggen. Het is net als met die spoorwegovergang. Buiten ons is, als het ware, zijn er twee knipperlichtjes. En binnen in ons bewustzijn is er één continue beweging die langzaam van kleur verandert. En die loopt parallel natuurlijk qua tijd aan wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus die tijdstippen die komen overeen. Niks aan de hand. Maar toch wel. Dit kan niet. Dan denk je, ja, waarom kan dat niet? Nou, heel simpel. Ook als je dit één keer laat zien, gebeurt dit. Maar onze hersens die kunnen pas op T5 weten dat de kleur gaat veranderen. Maar we zien het al op T3. Hoe kan dat? Het enige wat we daarvan kunnen maken is dat onze hersens dus een reconstructie geven van wat er in de buitenwereld gebeurt. En dat die reconstructie niet in real time parallel loopt aan de wereld buiten ons. Ook al ervaren we dat wel, ook al denken wij dat wel zo. Dit is een heel eenvoudig voorbeeld. En het punt van het voorbeeld, dus ik wil het gewoon hierbij laten bij dit voorbeeld, ben ik over mijn tijd heen. Maar het punt van dit voorbeeld is dat je soms voorzichtig moet zijn met wat je denkt over hoe zeker je kunt zijn van wat er in je hoofd gebeurt. Wat er in je eigen bewustzijn gebeurt. Ik wil niet zeggen dat we daarmee moeten twijfelen aan alles. Helemaal niet, integendeel. Maar je moet voorzichtig zijn. Dus het idee hier is, dit is een wetenschappelijk experiment en soms kunnen wetenschappelijke experimenten heel informatief zijn voor filosofisch nadenken over wat bewustzijn wel of niet is. We willen ook het omgekeerde gaan beweren, maar dat gaat Jolien doen en niet ik. Dus Jolien. Hier is hij. Even laten bezinken. Ja, aan mij de eer om iets anders te gaan vertellen, namelijk hoe neurowetenschappers bewustzijn onderzoeken. Ik ben zelf een neurowetenschapper en ik ben nu ook filosoof. En Mark en ik delen wel onze
inspiratie, of nee, andersom gezegd. Daniel Dennett, die net even kort werd genoemd, vinden we allebei een inspirerende filosoof, omdat hij probeert een brug te slaan tussen deze twee vakgebieden. En dat proberen wij ook te doen, samen, allebei van de andere kant en zoveel mogelijk in het midden uit te komen. En dat, daarin willen we u vanavond graag meenemen. Dus vandaar dat we nu even naar de andere kant gaan, naar de wetenschappers. En Mark heeft net al een contrast besproken tussen fenomenaal bewustzijn en toegangsbewustzijn. Tussen ervaringskennis en theoretische kennis. Ik denk, heel kort gezegd, ze hebben filosofen de strategie om veel na te denken. En wetenschappers die gaan liever wat doen. Dus ik ga even laten zien wat zij dan gaan doen. En dit is een heel goed voorbeeld ervan. Dit is, we hebben dus een boekje geschreven en toen we dat aan het schrijven waren, twitterde Bernard Baars, een van de grondleggers van het bewustzijnsonderzoek, dit. Dus dat vonden wij heel toepasselijk. En ik wil hem graag even voorlezen. Many people ask for a definition of consciousness. However, asking for a definition of consciousness is not useful at this point in time. Instead, we have to look at the large set of observable operations that tell us when a person is conscious. Dus dit is duidelijk een andere strategie. Laten we niet al die boekenkasten over Mary gaan lezen of schrijven. Laten we gewoon experimenten gaan doen en kijken hoe het zit. Wanneer is iemand zich ergens van bewust? En wat zien we dan in de hersenen? Nou, mijn verhaal heeft twee delen, want ik ga vertellen wat neurowetenschappers willen bereiken en hoe ze dat doen. En wat ze willen bereiken is eigenlijk vinden wat de hersenprocessen zijn die specifiek betrokken zijn bij bewustzijn. En dit project heeft dus twee onderdelen. Ten eerste moeten ze voor elkaar krijgen dat ze hun proefpersoon of mensen in een toestand krijgen waarin ze dus zich bewust zijn van iets. Dus daar moeten ze een experiment voor verzinnen. En dan ten tweede moeten ze ondertussen de hersenprocessen van die mensen meten. Dus daar gaan we even over hebben hoe dat gaat. En dit is nog best wel recent, want eigenlijk pas vanaf het begin van rond het jaar 2000 zijn wetenschappers dit echt serieus redelijk massaal gaan doen. Of het was eerst nog een beetje niche. Dus het is allemaal best nieuw onderzoek, zeker vergeleken met de filosofie. Wat dus de eerste uitdaging is voor wetenschappers, is ervoor zorgen dat je dus een experiment ontwerpt met een taak, een opdracht voor de mensen die meedoen, de proefpersonen, die ze alleen bewust uit kunnen voeren. Dus hoe stel je dat voor? Je kan bijvoorbeeld bedenken, we laten mensen plaatjes zien van gezichten. Dan wil je eigenlijk dat mensen in het ene geval die gezichten bewust waarnemen, maar in een ander geval de gezichten niet bewust waarnemen. Want dan kun je naar het verschil kijken. En dan kun je specifiek kijken, wat is er nou anders als mensen een gezicht bewust zien dan wanneer ze een gezicht onbewust waarnemen. En dit is een heel belangrijke strategie die echt super anders is dan wat filosofen doen. Dus het is echt even omschakelen voor u ook, kan ik me voorstellen. En dit is wel iets wat deze Bernard Baars heeft geïntroduceerd en waar eigenlijk al het onderzoek wat gedaan wordt naar bewustzijn op gebaseerd is. Dat we moeten kijken om te begrijpen wat nou bewustzijn, laat ik maar even de term verklaard, in het brein gebruiken. Moeten we kijken naar het verschil tussen bewuste en onbewuste experimentele condities. Dus dat klinkt ingewikkeld, maar dat is wat ik net beschreef. Dus in het ene geval zie je iets wel, in het andere geval zie je het niet. En wat is dan het verschil bijvoorbeeld in wat er gebeurt in de hersenen tussen die twee situaties? En dat noemen ze condities in de psychologie. Oké, wat voorbeelden? Want er zijn verschillende manieren om dit voor elkaar te krijgen. Deze kubus kent u misschien wel, de Necker-kubus. En die is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van de benadering die wetenschappers gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Dus onthouden, we willen kijken naar verschil tussen we zien iets bewust en we zien iets onbewust. Het mooie van dit plaatje is dat je het op twee, dus het linkerplaatje, heb ik het nu even over, is dat je het op twee manieren kan zien. Of je ziet de voorste
deze ribben, heet dat, aan de voorkant. En dan steekt die omlaag, als het ware, zoals hier dus te zien is. Of je ziet juist, ja, ik kan het heel moeilijk zien vanaf hier, de bovenste. En dan steekt die, zoals hier rechts zien is, naar boven, naar voren. Dus dit is even om uit te lichten welke twee opties er zijn. Maar we hebben het dus over dit plaatje. En het is dus een plaatje wat je op twee manieren kan zien. Hetzelfde plaatje verandert niks op het scherm, maar je ervaring ervan is verschillend. En dat noemen we daarom ook wel ambiguë plaatjes. Dus er zijn er meer van, hè, de oude vrouw, jonge vrouw, haas, eend. Nou ja, er zijn allerlei van dit soort plaatjes ontwikkeld. En ambiguë plaatjes zijn echt, komen redelijk in de buurt van perfectie voor wat wetenschappers die bewustzijn willen onderzoeken nodig hebben. Waarom? Bij de Necker-kubus is de fysieke stimulatie van het netvlies, dus wat voor informatie valt er op je oog, de hele tijd hetzelfde. Er verandert niks aan deze kubus. Terwijl onze ervaring ervan, namelijk deze dan wel deze, verandert wel. Als je er de hele tijd naar blijft kijken, dan zie je een paar seconden de ene en dan soms wisselt die spontaan naar de andere. Of als je je best doet om te focussen op een ander punt, dan kan die ook wisselen. He, dus de informatie die binnenkomt is gelijk, maar hoe we het zien kan verschillen. En dat is heel mooi, want daardoor kun je eigenlijk zeggen dat onze bewuste ervaring in het ene geval van een deel van het plaatje is en de andere deel van het plaatje is daarmee onbewust. Nou, dit is het principe. Hoe dit echt in een experiment uitpakt is als volgt. Dit heet binocular rivalry experiment en het is gebaseerd op hetzelfde idee. Voor het ene oog van deze proefpersoon wordt een plaatje van een huis getoond, voor het andere oog een plaatje van een gezicht. Die komen dus tegelijkertijd binnen. Oké, we gaan even een testje doen om te zien hoe dit werkt. Dus even een kleine break. Ik wil even vragen of u allemaal uw rechteroog dicht kunt doen, linker open ogen. Ja. Goed kijken bijvoorbeeld even naar de rand van het gordijn. Maakt niet uit. Of iets anders. Dan linker oog dicht, rechteroog open. Wat gebeurt er dan? Het verspringt, toch? Klein stukje. Doe nog maar een keer anders. Ja, dus als het goed is, verspringt het gordijn een klein stukje. En dat is heel mooi van onze hersenen en onze ogen, want daardoor kunnen we diepte zien. Dus onze twee ogen krijgen net verschillende informatie binnen die in je hersenen worden gecombineerd, waardoor we diepte kunnen zien. En als je dus naar hetzelfde kijkt, namelijk naar het gordijn met je twee ogen, dan worden die twee beelden samengevoegd. Want als je nu gewoon kijkt met twee ogen, zie je niet dat het verspringt, gelukkig. En zie je ook niet een plaatje wat langzaam beweegt, zoals die stoplichten van Mark. Dus dat werkt gewoon zo. Nou, het grappige is, als je dus twee verschillende plaatjes aan de twee ogen laat zien, dan gaat het niet helemaal goed. Wat er gebeurt is niet dat je een soort van combinatie van een huis en een gezicht ziet, maar je ziet afwisselend het ene plaatje en afwisselend het andere. Je hersenen raken hier echt een beetje van slag. Dus wat er gebeurt is een soort competitie tussen die twee, want het kan niet opgelost worden door te combineren. Dus wat er gebeurt is in de tijd zie je eerst een tijdje een huis, dan wisselt het, zie je een tijdje een gezicht, dan wisselt het weer, zie je een tijdje een huis, et cetera. Dus vergelijkbaar met de ervaring van de Necker-kubus zie je een tijdje de ene interpretatie van het plaatje, dan weer een tijdje de andere. Dit is dus ook weer een heel elegante manier om een verschil te induceren bij proefpersonen tussen iets bewust zien en iets onbewust zien. Want het idee is, op je ogen valt de hele tijd dezelfde informatie. Hier verandert niks, terwijl je bewuste ervaring wisselt. Hier ben je bewust van het huis en is het gezicht wordt onbewust verwerkt. Ik kom daar zo nog op terug. Daarna worden de gezichten bewust verwerkt in je hersenen en het huis onbewust. Nou, dit is een manier waarop neurowetenschappers een experiment opzetten om te zorgen dat we een bewuste conditie hebben
en een onbewuste conditie. En wat ze dan daar vervolgens interessant vinden is kijken, oké, als het huis bewust is, als we ons bewust zijn van het huis, wat verschilt er dan in de hersenen vergeleken met wanneer het gezicht bewust is? Want die huizen, de informatie van het huis valt nog steeds op het oog. Dus het komt wel binnen. Maar wat gebeurt er dan met die informatie waardoor we ons dan niet meer bewuster van zijn? En het mooie is, cognitieve psychologen en ook cognitieve neurowetenschappers zijn altijd op zoek naar precies alleen datgene variëren in een experiment wat je wil weten. Dus in dit geval is het enige wat verandert je bewuste ervaring. Er verandert niks aan de plaatjes zelf. Oké, nou, dit is één manier om bewustzijn te onderzoeken in een experiment. Om bewuste en onbewuste condities te creëren. En dat willen we. Er zijn ook nog heel veel andere manieren. En ik ga er nog eentje laten zien, omdat die zo leuk is. Wie kent dit plaatje? Even handen. Nou, dat valt heel erg mee. Leuk. De opdracht is, kijk naar het scherm, zou ik zeggen. En misschien kun je je hand opsteken als je ziet dat er iets opvalt. Niet meteen roepen, want dan weet de rest het ook. En dan weet ik een beetje hoe lang ik door moet gaan. Ja? Nou, wordt een lange avond zo. Ik zie een vinger, heel goed. Twee. Heel goed. Ja, nu begint er wel te komen. Oké, nou, weet je, jullie hebben je best gedaan. Ik zal het verklappen. Er is een verschil tussen deze twee. Tamelijk bizar, toch? Nou. Dit fenomeen. Ik snap dat u er even van moet bijkomen. Dit fenomeen heet change blindness. Ik snap nu wel waarom. En dit is eigenlijk een manipulatie, zoals we dat noemen, van aandacht. Dus er zijn heel veel dingen te zien. Je kan niet overal tegelijk aandacht voor hebben. Bovendien zat er een zwart scherm tussen, waardoor je ook een beetje weer bent vergeten wat je zag. Moet je even opnieuw kijken en oriënteren. En daardoor mis je een hele grote verandering. En er zijn allemaal fantastische variaties op dit experiment. Misschien kent u wel het gorilla-experiment. Ja, die wel. Nou, die had ik expres dus niet gedaan. Je hebt ook nog het experiment waarbij ze dit hebben gedaan met in levende lijven, met iemand die dan langsloopt. En dan is de persoon vervolgens gewoon veranderd terwijl die met iemand aan het praten is. Maar goed, het kan ook dus met foto's zoals dit. Onze aandacht is niet op de goede plek gericht. Daardoor missen we iets vrij, nou ja, belangrijks dan wel opvallends. Sommige onderzoekers gebruiken zulke soort experimenten, zulke soort taken, omdat ze dan zeggen, ja, mensen waren zich dus niet bewust van de motor van het vliegtuig, dat hier wel of niet was. En je kunt dan ook weer kijken van wat gebeurt er als mensen het wel zien en ze zich dus wel er bewust van zijn, versus als het plaatje exact hetzelfde is, maar ze het nog niet zien. Dus dan hebben we weer een mooi verschil tussen bewuste en onbewuste condities. Nou, dit heeft dus best wel lang geduurd en veel inventiviteit gevraagd en creativiteit van al die wetenschappers om met dit soort mooie experimenten op de proppen te komen. Er zijn er nog veel meer. Ik heb een boek waar allemaal experimenten staan van bewustzijn, zijn er wel meer dan 100. Dus dat gaf wetenschappers de mogelijkheid om bewustzijn op dezelfde manier te benaderen en te onderzoeken als allerlei andere dingen in de cognitieve psychologie. Ja, dus we kunnen nu zelf de soort onderzoek doen als naar geheugen of naar aandacht of naar keuzes maken. Zo kunnen we nu ook bewustzijn onderzoeken, want we hebben een manier gevonden het creëren van een taak waarin we bewuste en onbewuste condities hebben, waardoor we bewustzijn kunnen onderzoeken. Nou, en dan komen we op stap 2, want dit was stap 1.
We wilden op zoek naar de hersenprocessen die specifiek betrokken zijn bij bewustzijn. Dus we hebben nu één deel van de specificiteit gehad, namelijk specifiek bewust en niet onbewust. Maar we willen ook die hersenprocessen vinden die specifiek zijn voor bewustzijn en niet voor iets anders. En dat noemen we wel in jargon de Neural Correlates of Consciousness, of die NCC. En dat kun je denken, een mooie metafoor, is de vingerafdruk van bewustzijn in het brein. Nou, hier is een brein en je ziet hier een paar onderdelen. Ik dacht, ik zet het er even bij, want misschien komen we in discussie er nog op. Ik denk het niet eigenlijk, want we zitten hier met filosofen. Maar misschien toch. Ik laat dit zien omdat hersenwetenschappers hebben dus een hele prangende vraag. En ook denk ik wel veel mensen, misschien hier ook wel in de zaal. Hoe werkt dat nou in het brein? Zit het ergens? Is er een bepaald moment dat we kunnen aanwijzen, nu is iemand zich ergens van bewust en daarvoor nog niet? Dus wetenschappers willen heel graag zoeken, wat is nou dat moment of dat gedeelte of dat bepaalde proces, wat ervoor zorgt dat we ons iets bewust waarnemen. Dus even om duidelijk te zeggen, als je erover nadenkt, zou je kunnen vragen, horen onze ogen bij de NCC? Nou, dan kun je dus een experiment gebruiken zoals we net hebben gedaan. Dan ga je kijken en dan zie je, als we iets onbewust waarnemen, dan valt de informatie ook op onze ogen, wordt ook verwerkt in onze ogen, wordt zelfs nog wel een stukje verderop verwerkt in onze primaire visuele cortex. In de, daar, occipitale kwab. Gebeurt ook als we ons bewust van iets zijn, maar ook als we iets onbewust verwerken. Dus de conclusie van neurowetenschappers dan, de ogen zijn niet de NCC, want die zijn zowel betrokken bij onbewuste waarneming als bij bewuste waarneming. Kunnen we een stukje opschuiven? Bijvoorbeeld dus de allereerste stadia, dus hier in de occipitale kwab, waar de informatie binnenkomt. Is dat de NCC? Nou, we weten, ik zal zo'n voorbeeld laten zien, dat ook als we informatie onbewust waarnemen, kan je die wel terugvinden in de eerste stadia in onze occipitaal kwab. Dus zijn niet specifiek voor bewuste verwerking, dus niet de NCC. Dus je kunt zo een soort van afpellen. En dit is wat neurowetenschappers dus graag willen. Die zijn niet geïnteresseerd in alle stappen die betrokken zijn bij het bewust informatie verwerken. Want daar horen de ogen heus bij. En ook die eerste stadia in de occipitale kwab. Ze willen weten, wat is nou dat hersenproces dat alleen maar betrokken is bij bewuste informatieverwerking en niet bij onbewuste. En het mooie is, met die experimenten die we hebben ontwikkeld, kunnen we dat ook voor elkaar krijgen. Want daar hebben we een verschil tussen onbewust en bewust. Nou, even een voorbeeldje, want misschien is dit een beetje abstract. Dit is een van de eerste, in ieder geval een van de meest invloedrijke onderzoeken geweest uit 2001 van Stanislas de Hane, een Fransman, en zijn team naar zichtbare en onzichtbare woorden. Daar gebruikt ze weer net een ander experimentje voor. Maakt verder niet zoveel uit. Ze zorgde dus voor dat de proefpersonen in het ene geval woorden konden zien. In het andere geval zagen ze de woorden niet bewust. En hij mat ondertussen in de hersenen wat er voor activiteit te zien was in deze beide gevallen. Nou, laten we eerst beginnen met de onzichtbare woorden. Dus dit is de onbewuste informatieverwerking. Je ziet dat er alsnog wel wat hersenactiviteit is. Dus hier achterin, heel klein beetje hier. Hier zie je het in een grafiekje weergegeven over de tijd. Dus dit rode stukje, hier zie je eigenlijk in de tijd hoe die hersengebieden actief werden. Wat zijn onzichtbare woorden? Ja. Nou, bijvoorbeeld de vliegtuigmotor, die was net eerst onzichtbaar, zou je kunnen zeggen, want bijna niemand zag hem. Hele goede vraag, ja. Dus dat is natuurlijk een beetje definitiekwestie wat dan zichtbaar is. Maar ze worden zo getoond dat hoe hard je ook je best doet, en zelfs als je weet dat er een woord is, kun je het nog niet zien. Je hebt een beeld voor je. Er wordt iets overheen geprojecteerd. Ja, ik heb dit nu net niet laten zien. Maar laten we zeggen, het kan ook met binocular rivalry, wat ik wel heb laten zien.
In het ene geval zie je een huis, in het andere geval zie je dus het gezicht niet. Dan is het gezicht onzichtbaar. Maar dit is visueel? Ja. 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 Dus daarom komt het ook in de occipitaalkop waar visuele verwerking plaatsvindt. Dus één heel boeiende bevinding en best wel baanbrekend in die tijd was dus... zelfs voor onbewuste informatie die je niet ziet, is er dus toch verwerking. Het is niet zoveel, maar... het gaat best ver, want dit is, zoals hier staat, de left visual wordform area. Dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar dit is zelfs niet alleen het allereerste stadium van visuele verwerking, maar echt wel twee stapjes verder. Dus zelfs woorden die je niet ziet, kun je woorden tot een bepaalde mate toch nog verwerkt door je hersenen. En als we het even weer hebben over toegangsbewustzijn, je kon die mensen echt vragen wat je wilde over die woorden, maar ze hadden geen idee. Ja, heel kort. Ja, nou, dat weet ik de details niet van. Dat is wel een goede vraag. Maar als het goed is, niet. Want het waren geen emotiewoorden. Oké, ja, dus eerste belangrijke is... hier zie je dus ook onbewuste informatie wordt toch een beetje verwerkt. Dat was heel interessant. En daar is een heel onderzoeksprogramma uit voorgekomen. Ik ga eerst even verder. Maar wij waren geïnteresseerd in de NCC. Nou... de NCC zou de Hanen zeggen op basis van deze ene studie... en hij heeft er nog heel veel meer gedaan... en hij zegt, denk ik, nog steeds ongeveer... de NCC is dus eigenlijk het verschil tussen deze groene en deze oranje kleurtjes. Dus als je deze hiervan aftrekt, dan heb je wat de NCC is. Want dat is precies het verschil tussen bewuste en onbewuste waarneming van woorden. En je ziet ook dat hier dit... en dan zie je in het grafiekje ook dat de hersenactivatie veel sterker is voor bewuste woorden. Dus er is veel meer verwerking, het is sterker. Het komt dus ook verder in de hersenen, het is meer verspreid. Het komt ook in andere gebieden terecht, in de frontaalkwap en in de parietaalkwap. Dus dat was echt heel baanbrekend en interessant. En eigenlijk een van de eerste concrete ideeën over wat dan de neural correlates of consciousness zouden kunnen zijn. Nou, er zijn nog veel meer onderzoeken gedaan die ook weer andere experimenten gebruikten of net weer andere versies ervan. Een heleboel neural correlates gevonden en ja, het goede nieuws is dat we nu een beter idee hebben van welke hersengebieden belangrijk zijn voor bewustzijn. Het slechte nieuws is, als je al die onderzoeken over elkaar heen legt, dan vind je eigenlijk de NCC verspreid over het hele brein. Dus zowel... hier, als hier, als hier, als hier. Als je het in de tijd bekijkt, eigenlijk alles tussen 150 en 600 milliseconden. Vroeg en laat, zoals ze dat dan noemen. Dus dat is ook wel weer jammer, want we hebben eigenlijk niet echt een duidelijk antwoord op de vraag. Dat is de kennis van nu. En daar kun je eigenlijk op drie manieren tegenover staan. En daar wil ik mee eindigen, voor mijn stukje. Je kunt... optimistisch zijn en zeggen, ja, we zijn dus nog maar 20 jaar bezig. Dus wacht gewoon nog even, over 10 jaar weten we wat de NCC is. Je kunt pessimistisch zijn en zeggen, ja, dat hele wetenschappelijk onderzoek. Als we het hele brein vinden eigenlijk, of in verschillende studies, heeft dit dan wel zin om te doen? Want wat leren we daar dan nou van? En je kunt een middenweg kiezen, een pragmatische middenweg. En dat is... misschien moeten we even terug naar Bernard Baars. Die zei, maar we hebben geen definitie van bewustzijn nodig. We kunnen het gewoon gaan onderzoeken. Misschien moeten we te raden gaan weer bij de filosofie. En eerst toch nog even wat beter bedenken, nadenken. Wat is nou onze definitie van bewustzijn? Welke aspecten zijn er? Zijn er misschien verschillende aspecten van bewustzijn... die in verschillende studies onderzocht worden, waardoor we ook verschillende resultaten krijgen. Dus Mark eindigde met de boodschap dat de filosofie wetenschap en wetenschappelijk onderzoek nodig heeft. En ik eindig met de boodschap dat het neurowetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn op dit moment filosofie nodig heeft.
Dankjewel. Ik schenk even wat water in voor ja, ons. Mee. Mark? Ja, lekker. Dankjewel voor jullie inbreng. Jullie lezingen. Interessant. Meer dan genoeg stof om over door te praten, denk ik. De eerste vraag die ik wilde stellen, en eigenlijk ben je daar aan het einde wel al wat op ingehaakt, maar ik wil hem toch nog een keer even stellen. En ik ben ook wel benieuwd naar jou, Mark. Jou kijk erop. Op een van de eerste pagina's van jullie boek staat de volgende zin. De vraag naar een heldere omschrijving van wat bewustzijn is, is misschien wel de belangrijkste vraag. Waarom stellen jullie dat zo? Want het is een vrij centrale claim, denk ik ook, in het begin van het boek. Dat sluit denk ik een beetje aan voor jou op wat je net... Ja, ik denk ook dat niet iedereen het daarmee eens zou zijn, zoals ik al liet zien. Ja. Maar jullie dus wel? Ja, ik denk, voor mij is het... Kijk, de discussie in de neurowetenschap... Ik sta hier nu als soort van neurowetenschapper, maar ik deel niet helemaal die kijk meer, moet ik zeggen. Ik heb dus zelf onderzoek gedaan... proefpersonen getest, in de scanner, alles. Ik had ook zo'n soort van plaatje. En dat was ook heel boeiend hoor, daar niet van. Maar ik had zelf niet echt het gevoel dat door nog meer dat soort experimenten te doen, we echt vooruitgang zouden boeken. Ja. En ik denk dat... ik heb nu 2-3 verschillende experimentjes laten zien. Ik denk dat daar... dat we doen alsof we niet daar een definitie van bewustzijn bij gebruiken. Hè? Alsof we die stap overslaan. Ja. Maar in feite is dat niet zo. Mm-hmm. Als je terug gaat kijken naar die change blindness... zit daar een heel sterk idee achter van wat bewustzijn is en wat bewustzijn niet is. Mm-hmm. En je kunt er allerlei vragen over stellen. Is dit niet dan aandacht? En wat is dan het verschil tussen aandacht en bewustzijn? Precies. Dat moest ik ook aan denken, Heb je aandacht misschien nodig voor bewustzijn? Ja. Als je het op een andere manier bekijkt, zie je het misschien wel. Waren we dan wel echt onbewust van die vliegtuigmotor? Of zagen we hem eigenlijk wel? Ja. Dus daar zitten allerlei impliciete aannames in over wat bewustzijn wel en niet is. Ja. Dus stiekem hanteren wel een definitie van bewustzijn. Ja. Alleen doen we net alsof het niet zo is. En ik denk dat dat niet een manier is, zeker gezien de resultaten die we nu hebben, die dus all over the place zijn, mm-hmm. Die leidt tot betere inzichten. Ik denk dat je om die reden terug moet gaan en kijken, oké, mijn change blindness experiment, wat hanteer ik daar eigenlijk voor definitie van bewustzijn mee, impliciet? Ja. Ja. En is dat wel dezelfde als wanneer ik een binocular rifle experiment doe? Ja. En is dat wel dezelfde als wanneer ik een maskeringsexperiment doe? Daar heb ik het nu niet over gehad, maar het is ook heel veel gebruikt. Ja. En ik denk dat het antwoord is nee. Ja. En ik denk dat daar heel veel van die diversiteit aan bevindingen uit voortkomt. Mm. En niet uit waar wetenschappers het over hebben. Van ja, maar in jouw studie had je net een ander plaatje laten zien. En misschien heb je het net op een andere manier gemeten. En misschien heb je niet gecontroleerd voor de juiste factor. En die gaan heel erg op een methodologische toer om die verschillen te verklaren. Mm. Ik denk dat je veel meer naar een conceptueel... niveau moet. En dat dus ook heel erg kan helpen om wel vooruitgang te boeken. Want als je dat laat zien, dan is het ook, dan kan je ook zeggen, oké, maar jij onderzoekt dus eigenlijk dit aspect. Ja. Hey, zij onderzoeken ook dit aspect. Misschien moeten we die studies dan vergelijken. Mm-hmm. En niet change blindness en binocular rifle. Mark? Ja, ik heb er eigenlijk heel weinig aan toe. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik ben er helemaal saai. Eens. Nee, maar misschien dat ik eraan toe zou kunnen voegen van het is nog een hele klus om dan vervolgens uit te vinden en woorden te geven aan wat die verschillende noties van bewustzijn dan zijn. Hè? Dus mm-hmm. ik noemde even het verschil tussen fenomenaal en toegangsbewustzijn. Ja. En dat kun je vrij snel uitleggen. Ja. En dat is een vrij hard en duidelijk verschil. Hoewel het ook helemaal nog niet duidelijk is dat het echt twee verschillende dingen zijn. Maar dat misschien zijn het gaat om verschillende aspecten. Mm-hmm. Maar dat heeft een tijd gekost voordat er iemand was die daar zijn vinger op heeft gelegd. Ja. En heeft gezegd, zo zit dat verschil. Ja. En vervolgens geeft hij daar woorden aan.
En dan blijkt dat opeens heel invloedrijk, dan gaat iedereen het overnemen. En wat wij eigenlijk willen zeggen is, dat zou je nou ook moeten doen door naar die verschillende studies te kijken. En dan blijkt er misschien een veel fijnmaziger verschil, veel fijnmaziger verschillen te zijn. En dat kost werk, dat kost filosofisch werk. Ja. En ik denk dus dat dan zou het dus goed zijn voor filosofen om ook die experimenten te bestuderen. Mm. En te kijken van, kunnen wij nou de woorden aangeven van wat daar nou precies gemeten wordt en hoe dat verschilt van wat er gemeten wordt in een ander experiment. Ja. Ja, en ik wil daar wel nog wat aan toevoegen. Want jij doet nu net alsof dat fenomenaal en toegangsbewustzijn heel simpel en evident voor iedereen. Maar dat is dus niet zo. Want ik was vorige zomer op de bewustzijnsconferentie voor neurowetenschappers. Die was toen in Amsterdam. Mm-hmm. En heel kort. Stanislas de Hane, dat plaatje dat ik net liet zien, die zei altijd, mijn studies gaan over toegangsbewustzijn. Want dat is wat ik kan onderzoeken. En hij zei, ik denk dat als we dat goed weten, dat we vanzelf ook fenomenaal bewustzijn begrijpen. Maar goed, dat was van later zorg. Nou, tot mijn verbazing, vorige zomer in Amsterdam, zegt de Hane opeens, ik bestudeer ook fenomenaal bewustzijn. Nou, het is echt niet dat hij iets anders is gaan doen. Maar wel dat de definitie opeens wat is opgerekt. Ja. En dat hij nu ook zegt, oh, maar eigenlijk wat ik doe is ook fenomenaal bewustzijn. Dus dat is niet een soort van nieuw inzicht. Mm-hmm. Dat is puur een begripsverandering eigenlijk, waar ze niet open over zijn geweest. Dat heeft hij niet verkondigd, zeg maar. Ja. Dus wij kwamen er ook achter, toen wij hieraan werkten, mm-hmm. dat de definities van dus niet alleen van bewustzijn zelf, maar ook van fenomenaal bewustzijn bijvoorbeeld, verschilt. Binnen de filosofie, maar zeker vergeleken met de neurowetenschappen. Ja, okay. En neurowetenschappers denken dat ze fenomenaal bewustzijn onderzoeken zoals filosofen definiëren, maar dat is niet zo. Dus dat maakt het ook nog eens super complex. Zelfs binnen de verschillende definities hebben we weer een definitieprobleem eigenlijk. Ja. Ja. Nou goed, we hebben het dus over verschillende definities, verschillende aspecten van bewustzijn. We hebben het nu over fenomenaal toegangsbewustzijn bijvoorbeeld. We hebben het ook over bijvoorbeeld neurowetenschappers en filosofen die dit onderscheid maken. Maar in het dagelijkse leven, laat ik het allemaal zo even verwoorden, spreken we vaak in termen van het bewustzijn. We hebben één bewustzijn, daar vinden we minder het onderscheid. Hoe komen we dan als samenleving op dat idee dat er één bewustzijn is en lijken we dat onderscheid eigenlijk niet zo te maken? Ja, ik denk dat gewoon een soort cultuurhistorische achtergrond heeft. In onze cultuur maken wij dat onderscheid op die manier. Er zijn andere culturen waarin andere onderscheiden gemaakt worden. En bij ons is dat, denk ik, heel rechtstreeks terug te voeren op het idee van een ziel. Mm. Dus het verschil tussen ziel en lichaam en het bewustzijn zit in de ziel. En dat is dus één ding. Ja. En dus alle aspecten van bewustzijn, die moeten we op de een of andere manier bij elkaar zien te knopen. Want het hoort bij datzelfde ding. Dus ik denk eigenlijk dat je op een bepaalde manier het oude concept van de ziel, dat vind je gewoon nog keihard terug in de hedendaagse neurowetenschap. In de veronderstelling dat ze het allemaal over hetzelfde hebben. Ja. Ja. Dus ik denk dat heel veel neurowetenschap nog heel erg hangt aan een conceptueel schema wat niet past bij het eigen wereldbeeld. Mm. Ja. Op een hele rare manier. Ja. Ik weet trouwens ook niet zeker of we in het dagelijks leven altijd bewustzijn als één ding zien, eerlijk gezegd. Ik denk dat we ook wel, maar niet dat we daar dan de hele tijd over aan het praten zijn, maar dat misschien als je er een tijdje over nadenkt, dat je toch ook wel verschillende aspecten ervan op de voorgrond staan. Of we in ieder geval daar hebben wij nu niet over, maar je hebt natuurlijk verschillende niveaus van bewustzijn. Hè? Dus of je slaapt of wakker bent bijvoorbeeld. Ja. Daar hebben we wel gradaties in. Maar ook hoe goed we iets zien of niet. Of ik denk als je misschien, dan moeten we eigenlijk een taalwetenschapper erbij hebben. Als je analyseert hoe we erover praten, misschien is het wel genuanceerder dan dat. Ja, okay. Ik heb het even gegoogeld. Toevallig, als je nou bewustzijn googelt, wat krijg je dan? Ja. Het eerste wat ik kreeg was de vraag, heeft een boom een bewustzijn. En dan ga je vervolgens kijken naar hoe mensen dat woord gebruiken. En dat woord een, dat komt er heel vaak voor. Dat is grappig. En dat suggereert toch dat het een soort ding is. Wat weliswaar in verschillende toestanden kan zijn. En min of meer bewust kan zijn. Maar het is toch wel een bewustzijn. Ja. En heel veel mensen praten ook over een bewustzijn. Ja, ja. Je haalt nu het voorbeeld aan, heeft een boom bewustzijn? Ook in jullie boek heb je een aantal, jullie benoemen een aantal stromingen eigenlijk. Dat zijn niet echt definities, maar bepaalde
tradities of stromingen, hoe je naar het bewustzijn kunt kijken. Ik geloof dat wat jij, of het idee een boom heeft bewustzijn, dan kom je op panpsychisme uit, denk ik. Dan zou je dat misschien kunnen veronderstellen. Jullie noemen nog een paar andere stromingen. Ik ben wel benieuwd naar wat is nou jullie persoonlijke voorkeur, waar neigen jullie het meest naar als het gaat om een definitie of een kijk op dat bewustzijn? Yes. Maar wat tijd om na te denken. Nee, ik weet het wel, hoor. Jij weet het al. Nou, eerlijk gezegd ben ik filosoof geworden om hier niet per se een antwoord op te hoeven geven. Maar als je het dan... als ik het dan toch zou vragen... Je gaat er toch niet aan ontkomen. Oké, nou, als wetenschapper heb ik wel een voorkeur omdat ik... Ik vind de theorie van de hanen is het beste empirisch onderbouwd en het meest uitgewerkt. En denk ik dat die combinatie van best theoretisch uitgewerkt en het meeste bewijs daarvoor het meest coherente ding is wat we nu hebben, meest theorie. Ja. Maar ik denk dus dat een theorie is van een aspect, een belangrijk aspect van bewustzijn. Ja. Dus ik vind het ook een beetje tegenstrijdig om ze tegenover elkaar te zetten. Omdat dat suggereert dat er dan één de juiste is. Ja, precies. Ja. Wat ik juist eigenlijk tegen wil gaan. Ja. Ik denk eigenlijk dat er ook andere theorieën zijn die ook heel erg goed recht doen aan bepaalde bevindingen. Maar die gaan misschien dan net over iets anders. Dus dat, ja. Ja, ik snap het. Ja. Ik heb wel een reden voor mijn aarzeling. Ja. Jij was wat stelliger, geloof ik. Je zei gelijk, ik heb er één. Ja. Ik heb ook aarzeling, hoor. dat is wel grappig. We hebben een boekje geschreven over bewustzijn, maar we hebben er allebei niet zo'n hele sterke mening over. Mm. Ja, dat is eigenlijk heel... Dat is bijna nooit zo. De theorie die ik wel aantrekkelijk vind, die heet enactivisme. En die zegt zoiets als... De hele notie van bewustzijn, die moet je zien als iets wat continu is... met de notie van leven. He, dus 100 jaar geleden dachten we ook... leven, dat is zoiets ongelooflijk ingewikkeld. Dat kan niet fysiek of chemisch of biologisch verklaren. Dat moet een kracht zijn van buiten de chemie, van buiten de biologie. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Het is niet zo dat we een goede definitie hebben van leven... of dat we het allemaal helemaal precies begrijpen. Maar het is wel zo dat we er redelijk van overtuigd zijn... dat we het steeds beter in kaart krijgen wat leven is, hoe het werkt... Bij leven ben je nog niet bij bewustzijn. Maar wat het enactivisme zegt is... nou, misschien eigenlijk wel. Enactivisten zeggen grofweg... bewustzijn, dat is iets van zelforganiserende systemen. En eigenlijk zijn het alleen maar biologische systemen. Dus zelfs een computer, die valt buiten de boot. Omdat een computer niet in zijn eigen energie kan voorzien. En wat een organisme doet, een levend organisme doet... dat is op de een of andere manier zijn eigen organisatie in stand houden... door continu uit te wisselen met de omgeving. Dus door informatie uit te wisselen, door stoffen uit te wisselen... voedsel in te nemen, afvalstoffen uit te scheiden. En juist door die interactie met de omgeving... houdt zo'n systeem zichzelf in stand. Mm-hmm. En het is door die uitwisseling met de omgeving... dat sommige aspecten van de omgeving voor een organisme van belang zijn... en andere niet. Ja. En dat wordt sensemaking genoemd. Dus je zou kunnen zeggen dat een omgeving voor een organisme betekenis krijgt... door de aspecten die van belang zijn om zijn eigen organisatie in stand te houden. Mm. En wat enactivisten proberen te doen is vanuit die notie van betekenisgeving... eigenlijk verder te extrapoleren en zeggen van... kijk, sommige wezens die zijn zo complex dat de omgeving voor zo'n wezen ook echt... heel complex en heel op een complexe manier betekenisvol wordt. En dat is eigenlijk wat we bewustzijn noemen. Ja. Vind ik een aantrekkelijk idee. Het verklaart, ik heb de intuïtie dat computers niet bewust kunnen zijn. Ja. Past hier heel mooi in. Ja. Omdat computers dus geen zelforganiserende systemen zijn. In de zin dat tegen de tijd dat computers eigen energiecentrales gaan bouwen... dan wordt het een ander verhaal, maar daar zijn we nog niet. Ook niet met ChatGPT. Dus voorlopig vallen die even buiten de boot. En dat past wel bij mijn intuïties. Ik vind het een aantrekkelijke theorie. Ja. Ook omdat wat vaak gedaan wordt... is dat de hersens gereduceerd worden tot een biologische computer. En ik denk dat dat een ontzettend foute gedachte is. Ja. En het is ook wel mooi dat het wel gradueler is. Dus het doet ook wat beter. Ja. Het is niet zo alles of niets. Als ook met de ziel, je hebt het wel of niet. En ook wel een beetje waar die experimenten op gebaseerd zijn. Hè? Je bent of bewust of onbewust. En het grappige is dat als je neurowetenschappers vraagt... is bewustzijn
Is het dichotomie of is het een gradueel fenomeen? Ja. Zegt merendeel dat het een gradueel fenomeen is. Maar als je kijkt naar de experimenten die ze doen en de methode die ze gebruiken, dan is dat eigenlijk helemaal niet in lijn met hoe ze het onderzoeken. Ja. Ja, want als het dus een gradueel verschil zou zijn, dan vraag ik me wel af. Nou, in jouw beredenatie, dan zou je kunnen zeggen dat ieder levend wezen een bepaalde vorm van bewustzijn heeft. Tot aan eencellige aan toe, zou je kunnen zeggen. Ja. 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 Is er een ondergrens aan daar is geen ondergrens in van. Het moet leven. Het moet leven, ja. Dus leven is eigenlijk noodzakelijke voorwaarde voor bewustzijn. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar en het is dan dus een hele andere manier van nadenken over bewustzijn. Ja. Hè? Het heeft dan ook allerlei kenmerken niet waar we het net over hadden. Als je dan weer het fenomenaal versus toegangsbewustzijn erbij haalt, het past daar helemaal niet zo goed op. Of je moet gaan denken dat het onderscheid tussen fenomenaal en toegangsbewustzijn te hard gemaakt is. Hè? Want dat toegangsbewustzijn, dat wordt heel sterk. Dat is ook een notie die voortkomt uit het denken over het brein als een computer. Ja. Ja. Alsof het gaat om informatie die op de een of andere manier beschikbaar moet zijn voor de controle van spraak en van handelen. En dat is heel erg, dat is ook echt dus in de jaren 70 bedacht. In de tijd dat de computermetafoor heel sterk aan het opkomen was in de filosofie. En die zie je dus hierin ook heel erg duidelijk terug. Maar op het moment dat je eigenlijk overstapt van de notie van informatieverwerking naar een notie van zelforganisatie, wat echt een andere notie is, dan moet je misschien ook anders gaan nadenken over toegangsbewustzijn. Ja. En daarmee misschien ook wel over het verschil tussen toegangsbewustzijn en fenomenaal bewustzijn. Ja, ja. Ik wil zo nog even terugkomen op dat stukje technologie AI, want ik denk wel dat het een interessant en ook een actueel thema is. Ik wil ook heel even één bruggetje maken naar, want volgens mij in jullie lezing wat sterk naar voren komt, is dat jullie belangrijk vinden dat er eigenlijk een brug wordt geslagen tussen wetenschap en filosofie. Jullie hebben volgens mij ook al wel wat aanzetjes gegeven hoe jullie dat voor je zien. In jullie boek las ik, jullie kwamen met een suggestie en dat was de hermeneutische cirkel. Ja. Jij lacht. Ik was benieuwd of jullie daar iets over kunnen zeggen. Want het klonk mij interessant in de oren, maar het lijkt me interessant om te horen wat jullie daar zo aantrekkelijk aan vinden om die twee werelden bij elkaar te brengen. Jij mag zo wel hermeneutische cirkel uitleggen. Ja. Zonder even die term te gebruiken, denk ik dat we hebben denk ik inderdaad al in onze lezingen geprobeerd aan te geven wat een vakgebied kan doen en wat het ook niet kan doen en waar het andere vakgebied nodig heeft. Ja. En vaak wordt in de wetenschap zijn vakgebieden eigenlijk heel erg monodisciplinair werkend. Ook al praat iedereen nu over interdisciplinariteit, dat is in de praktijk heel moeilijk. En dat hebben wij ook aan hun lijf ervaren in onze al wel lange samenwerking. Ja. Zelfs wij doen heel erg ons best om elkaar goed te begrijpen en weten ook echt best wel veel van elkaars vakgebieden. En toch, soms moet je echt veel moeite doen om echt elkaar te begrijpen. Ja. En ik denk dan altijd, als wij dat al hebben, dan is dat echt heel moeilijk voor mensen. Als je dat ook misschien niet eens echt wil of niet eens probeert of niet weet hoe het moet. Maar het is denk ik nodig omdat wat we zeiden, vanuit mijn kant gezien zit er ook een conceptuele kant aan neurowetenschap. We moeten wel weten wat de dingen zijn die we willen onderzoeken en die we willen verklaren. En als we daar eigenlijk niet goed over nadenken. En dat kunnen wetenschappers juist ook tot zekere hoogte. Maar veel filosofen zijn er natuurlijk echt in geschoold om dat op een systematische manier te doen. Ja. Dan kun je vervolgens veel beter onderzoeksvragen stellen, veel beter experimenten ontwerpen en krijg je ook zinvollere data die je ook weer beter kunt interpreteren. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort van proces in de tijd en dan stopt het hier. En dat is ook, dit zouden veel neurowetenschappers misschien nog wel acceptabel vinden, maar waar wij echt voor pleiten is dat je vervolgens, nadat je onderzoek af is, teruggaat, daarom wordt het een cyclus of een cirkel, en ook weer kijkt, oké, ik heb nu mijn onderzoek gedaan, ik heb de NCC gevonden, dat is niet alles, nu ga ik weer terug naar
wat had ik ook weer voor experiment? Wat voor definitie van bewustzijn zat daar ook weer in? Heb ik nu reden om te denken dat die klopt? Of moet ik er iets aan veranderen? Is die bijvoorbeeld de tweedeling tussen fenomenaal en toegangsbewustzijn? Heb ik nu ideeën en inzichten verkregen waardoor ik misschien dat onderscheid net iets anders moet maken? Ja. Dus je gaat ook weer terug naar de conceptuele kant van het verhaal. Update die. En dan ga je weer een nieuw experiment verzinnen. En daardoor krijg je eigenlijk een soort wisselwerking. Ja. Je kunt het ook op andere manieren beschrijven. Ja. Waardoor je, als het goed is, vooruitgang kan boeken. Ja. Door steeds door die cirkel heen te gaan. Ja. Dus het is niet een soort van, het is ook niet een lineair proces. Maar eigenlijk ook iets wat waarop je voortbouwt op basis van elkaars expertise. Ja, merk. Maar goed. Nou, dit is de hermeneutische cirkel zonder jargon. Ik weet niet of ik jargon in ga gooien, hoor. Ja, misschien waar het uit voortkomt. Maar de waar het uit voortkomt is het idee dat je je wil vooruitgang boeken. En zoals wij de afhankelijkheid van filosofie en wetenschap hebben geschetst, dan lijkt het alsof we weliswaar in een cirkel zitten, maar dat die cirkel eigenlijk vicieus is en dat je gewoon vastzit. Hè? We hebben geen gefixeerd punt waar je kan beginnen. Nee, het is geen. Je kunt zeggen van de filosofen die moeten eerst met heldere concepten komen en dan kunnen de wetenschappers aan de slag daarmee. Want die wetenschappers die hebben die heldere concepten niet. Want die gooien alles op één hoop en dan blijkt de NCC het hele brein te zijn en dan weet je niks. Dus hebben we heldere concepten nodig. Maar we zeggen ook, maar filosofen moeten de wetenschap gebruiken om aan die heldere concepten te komen. Zo'n Colorfy-experiment laat zien dat als je bij je eigen intuïtie staat en je doet geen experimenten, dat je dan echt grote fouten kunt maken in het denken over wat je bewustzijn is. Ja. Nou, dan zit je dus vast in een cirkel waarvan je denkt, die dus helemaal niet klinkt naar vooruitgang, maar die klinkt naar totale stagnatie en we schieten nergens iets mee op. En dan het idee van een hermeneutische cirkel is dat je moet beseffen dat het beginpunt van je onderzoek totaal fout kan zijn. En dat je dus echt grofmazige concepten kunt hebben, bijvoorbeeld, zoals een onderscheid tussen fenomenaal en toegangsbewustzijn, wat misschien wel iets vat van. Het onderscheid staat niet nergens op, maar het is misschien ook niet helemaal correct. Ja. En dat je vervolgens gaat kijken naar, als we dit onderscheid gaan toepassen in de wetenschap, wat voor resultaten krijg je dan? En wat gaan die resultaten dan vervolgens zeggen? Als je daar met een filosofische blik naar kijkt, dan kun je dan misschien je concepten aanscherpen. Ja. En dit is heel grof. De hermeneutische cirkel is een notie die komt uit de interpretatiewetenschap, uit taalwetenschap. Het gaat over de interpretatie van teksten. Dus dat staat helemaal hier buiten. Maar we gebruiken dat als een soort van metafoor. Hè. Dus bij teksten is het zo, als je een tekst gaat interpreteren, dan is de betekenis van één woord is afhankelijk van de betekenis van al die andere woorden. Ja. Dus dan kun je wel zeggen van ik wil eerst precies weten wat ik met dit woord bedoel. En dan pas kan ik verder gaan kijken naar wat al die andere woorden betekenen. Maar als die betekenis van dat ene woord afhankelijk is van die andere, dan schiet dat niet op. Ja. Dus wat je dan doet, is dat je begint met een grofmazige definitie waarvan je weet dat die waarschijnlijk niet klopt. En zeggen, stel dat die dit betekent. Je haalt gewoon een woordenboek bij. Als dit woord deze specifieke betekenis heeft, dan moeten we de tekst zo interpreteren. Dan heb je een wazig beeld van wat die hele tekst betekent. En dan kun je met dat wazige beeld iets beter kijken naar dat ene woord. Dan kun je zeggen, nu zie ik dat ik hem toch iets anders had moeten interpreteren. Dan geef je er een iets betere woord, betekenis aan. En dan krijgt die tekst iets meer coherentie. En met dat nieuwe beeld van die hele tekst kijk je weer naar dat woord. Zo stellen wij de verhouding tussen filosofie en wetenschap. Ja. Mag ik nog één dingetje over zeggen wat wel belangrijk is? Dan gaan we naar de vragen. Want het klinkt misschien wel vanzelfsprekend als we het zo vertellen, maar wat er op dit moment aan de hand is in het bewustzijnsonderzoek is eigenlijk precies het omgekeerde. Ja. Mensen willen eigenlijk, wat ze ook vinden, dat toch proppen ze dat in dat bestaande framework wat we nu hebben. Dus het is helemaal niet van, misschien moeten we dat een beetje updaten, want het is misschien niet helemaal correct. Nee, we houden heel stevig vast aan dat fenomenaal versus toegangsbewustzijn. Ja. Proberen daar alles in te proppen. Ja. En daardoor verliezen die termen dus ook weer aan betekenis. Dus wat wij nu beschrijven is echt wel radicaal anders dan hoe er standaard gedacht wordt, denk ik, over hoe filosofie en neurowetenschap kunnen samenwerken. Ja.